Chacucha Pitch van het onderzoekslab Rotterdam. Onze locatie is gelegen in Rotterdam, op Rotterdam-Zuid. Op de locatie die we van onze opdrachtgever DS+V toegewezen hebben gekregen, naast de Oude Kuip en station Stadion, moet een nieuwe infrastructurele knoop komen. Een dergelijk knooppunt is van groot belang, want Rotterdam-Zuid is, gezien in dichtheid, de 7e stad van Nederland. Het ambitieniveau voor Rotterdam-Zuid werkt zowel op stadsniveau als op Europees niveau. Hierdoor zal het knooppunt aantakken op grote en kleine netwerken. Deze netwerken kunnen we opdelen in infrastructurele en ruimtelijke netwerken en sociaal-economische netwerken. Om het bereik van de locatie in kaart te brengen, hebben we gekeken naar verschillende vervoersmiddelen op verschillende schalen, met hierin meegenomen de factor tijd. Zo hebben wij ook ons onderzoeksgebied afgebakend. De locatie van de verkeersknoop moet op 15 minuten loopafstand liggen van de Nieuwe Kuip. Binnen dit bereik bevinden zich een aantal wooneilanden en overige eilanden. Door middel van buurtinterviews en buurtonderzoek hebben wij vastgesteld dat de 4 wooneilanden zeer verschillend zijn van sociaal-economische structuur. Zo is Vreewijk echt ons dorp, Hillesluis is de multiculturwijk, de Veranda is de Witte Vlucht en Sportdorp is het echte jaren 60 dorp. Naast de 4 wooneilanden zijn er nog 3 overige eilanden die elk op hun eigen manier ontoegankelijk zijn. Zo zijn er de sportvelden met de omheining eromheen, de treinsporen en de Oude Kuip. Bij een evenement in de Kuip moet het inwonersaantal van Roosendaal naar binnen. En dit in 20 minuten. Dat geeft een enorme belasting op de omliggende wijken. Vervolgens zijn we nagegaan hoe sociaal-economische netwerken en infrastructurele netwerken elkaar kunnen versterken. Een voorbeeld hiervan is de wijk Hillesluis verbinden met de Erasmus Universiteit door middel van een nieuwe metrolijn. Hierdoor zou Hillesluis in 5 minuten bereikbaar zijn en het zou een nieuwe impuls geven aan de wijk. Ook willen wij meenemen dat een knooppunt meer potentie heeft dan enkel een station. Vanuit de analyse van de referentieprojecten hebben wij een toolbox gegenereerd. De toolbox bestaat uit de verschillende onderdelen: knooppunten, openbare ruimte, conventionele stedelijkheid, stedelijke concepten, sociale generatoren en sport. De tools uit de toolbox, gecombineerd met de locatie, geven ons de mogelijkheid om strategieën te ontwikkelen. Om te communiceren en input te krijgen van externe partijen, hebben wij onze toolbox ook ingezet als een spel. Het spel bestaat uit de volgende onderdelen: een bord, boekjes en kaartjes. Om onze eigen strategieën inzichtelijk te maken op de verschillende schaalniveaus en netwerken, hebben wij een dynamische kaart ontwikkeld. Dit is de dynamische kaart van het onderzoekslab Rotterdam. Omdat de onderzoekslocatie een onderdeel is van een groter netwerk, hebben wij de bereikbaarheid van grootschalig niveau Nederland naar kleinschalig niveau van de wijk in kaart gebracht. Hier ziet u de bereikbaarheid van het knooppunt per trein in tijd. Als we verder inzoomen, komen we via regionaal niveau en stadsniveau op deelgemeenteniveau, het niveau van Rotterdam-Zuid. Wij hebben op alle niveaus de bereikbaarheid in tijd in beeld willen brengen. Hoe verder we inzoomen op de locatie, hoe meer de langzaam verkeersstromen een rol gaan spelen. Zo is de onderzoekslocatie zelf bepaald aan de hand van het bereik van voetgangers. Nu gaan we kijken hoe de door ons ontwikkelde strategieën invloed hebben op de locatie en inpassen in de grotere en kleinere netwerken. Aangezien de strategieën in meerdere fases ontwikkeld worden, kun je in de dynamische kaart beide fases aanklikken. De plaats in het grotere netwerk van de ingrepen op de locatie wordt aangegeven door de bewegende bomen. De verschillende knopen, van onder naar boven gezien, geven de plek in het netwerk aan op stads-, regionaal- en landelijk niveau. Nu zien we de plek die het nieuwe Feyenoordstadion inneemt in het landelijke netwerk van voetbalstadia.
In de dynamische kaart koppelen we het vervoer in tijd met het landelijke netwerk. Hier zoomen we in op stadsniveau en op wijkniveau. Je moet toch beter je best doen. Love 30. Om de impact van een strategie ook op wijkniveau inzichtelijk te maken, laten wij potentiële bewoners en bezoekers uitspraken doen over de nieuwe ontwikkelingen. Zo maken wij onze plannen inzichtelijk op alle schaalniveaus. En een home run. We gaan winnen. Zullen we na dit potje nog even naar de sauna gaan in de Puma Sporttoren? Ik vind het heerlijk om samen met mijn man over de boulevard te slenteren.